Ik heb erg genoten van je boek. Ook van de persoonlijke anekdotes waar je soms een beetje onvoorbereid aan allerlei middelen begint. Dus je zou kunnen zeggen dat je een beetje als de eerste onderzoekers jezelf ook als een proefkonijn hebt opgesteld, zelfexperimentatie. Hoe kijk je terug op die eerste stappen in de psychedelische wereld? Ik denk dat ik vooral door schade en schande wijs ben geworden door het uit te proberen. En door te kijken wat werkt en wat niet werkt. En daar vervolgens over te lezen en tot de ontdekking te komen dat bepaalde oplossingen die ik zelf heb bedacht al bleken te bestaan in de literatuur. Om een voorbeeld te noemen. Ik merkte al heel snel dat ik het heel prettig vond om natuur in de nabijheid te hebben. Nou gaat dat niet altijd in de stad. Dus had ik bedacht, dan zet ik een bos bloemen op tafel van tevoren. Dan kon ik daarna kijken en dan kon ik mooi zien hoe dat transformeerde tijdens die psychedelische ervaring. En wat bleek, zeg maar, in de jaren 50 werd een roos al gebruikt bij psychedelische therapie om aan te bieden aan een patiënt onder invloed van psilocybine of LSD. Omdat op die manier de ervaring ook in één keer hout sneed en betekenis kreeg. Dus op die manier vind je als het ware het wiel opnieuw uit. En is het interessant dat bepaalde dingen waar je dan zelf op komt toch ook al blijken te bestaan. Ja, ik vond het wel grappig omdat je natuurlijk als wetenschapper verwacht ik dan dat je heel van tevoren misschien heel veel, alles heel gestructureerd zou doen. Maar dat is misschien mijn vooroordeel. En dan dook je er zeg maar vaak gewoon in en dan dat je dan toch spelenderwijs leerde. Ja, ik denk dat dat niet zozeer met het wetenschapper zijn te maken heeft, maar meer met een persoonlijkheidstrek van openstaan voor nieuwe ervaringen en bepaalde nieuwsgierigheid. Ja. En jij zei net dat je vooroordelen, dat je eigenlijk vooroordelen wil ontkrachten. Maar zou je ook zeggen dat er sprake is van een taboe over psychedelica? Ik heb het idee dat daar in de tijd wel aan het veranderen is. Dat we zeg maar zo'n gesprek als we vanavond hebben 15 of 20 jaar geleden niet op deze manier hadden kunnen hebben. Dat er toen nog veel meer een taboe heerste om hierover te praten dan tegenwoordig. En dat dat nu aan het veranderen is. En dat ik daarin ook niet alleen sta. Bijvoorbeeld neurowetenschapper Anil Seth, die heeft net een nieuw boek geschreven over bewustzijn. Waarin hij ook openlijk praat over zijn LSD-ervaringen. En over wat dat hem openbaart over hoe de menselijke geest werkt. En over hoe bewustzijn werkt. Dus er lijkt meer openheid om hier ook open over te kunnen praten. Oké, mooi. Dan gaan we nu naar het eerste panelgesprek. Met als onderwerp in hoeverre kan psychedelica zorgen voor zingeving. En is dat wat je ervaart of ziet echt? En hoe werkt dat dan? En daarvoor wil ik graag naar voren roepen André van Braak. Die is sinds 2012 verbonden aan de VU in Amsterdam, aan de faculteit Religie en Theologie. En werkt tegenwoordig als hoogleraar comparatieve filosofie van de religie, hele mond vol. En hij beoefent boeddhistische meditatie. Dat doet hij al sinds 1981. En is ook sinds 2018 zenleraar bij Zen in Baarn. Mag ik een hartelijk applaus? André, wanneer kwam psychedelica eigenlijk in dat boeddhistische verhaal van je erbij? Ja, dat is eigenlijk in 2008 gekomen. Toen kwam ik in aanraking met ayahuasca. En hoe ging dat? Kan je daar wat over vertellen? Dat is eigenlijk nooit meer overgegaan. Ja. Dus voor mij is het ook heel belangrijk dat ayahuasca-ceremonies en het participeren daarin, dat maakt voor mij deel uit van een contemplatieve praktijk. Dus het is echt een religieuze praktijk. En voor mij is het niet iets om af en toe eens te doen, omdat het interessant is. En eigenlijk ook niet als iets wat dan leidt tot healing of genezing. Nee. Maar voor mij is het echt een spiritueel pad. Ja, en voordat we daar nog even wat verder over gaan praten, kan je ons meenemen naar die eerste keer? Waarom besloot je dat een ayahuasca-ceremonie aan deel te nemen? Er was een reunie van een stel vrienden van mij en die kwamen samen in Wales. En die vroegen of ik ook kwam en ze zeiden, en we doen ook een ayahuasca-ceremonie. Oké. Nou ja. Had je al eerst ja gezegd dat je ging komen of werd nou, het wel meteen bij? Ik was al heel lang gefascineerd door ayahuasca. Ja. Sinds 2003, maar ik durfde eigenlijk nooit. Mm-hmm. En ook als boeddhist, dan denk je, ja, ayahuasca, geestbenevelende middelen, is dat niet tegen de boeddhistische leefregels? Hè? Past dat wel? Dus ik was een beetje ambivalent. Ja. En toen besloot ik om toch te gaan. En toen heb ik dat in 2008 gedaan. Het was een hele intense ervaring. En ik had eerlijk gezegd een beetje vergelijkbare ervaring als Michiel. Op zijn eerste
ayahuasca-ceremonie, dat ik zag een vogel. Ja. En die kwam op mij af, die vloog naar mij toe en die bood mij een relatie aan. Een relatie? Een relatie, een leraar-leerling relatie. Geen romantische relatie, maar een leraar-leerling relatie. En ik was helemaal vrij om ja of nee te zeggen, maar die mogelijkheid, die lag er. En ik voelde dat toen daar op een heel diep niveau ja tegen zei. En sindsdien ben ik dan eigenlijk heel regelmatig met die leraar blijven oefenen. Die vogel is er nog steeds? Die vogel is er nog steeds, ja. En Michiel, jij beschrijft het eigenlijk een beetje hetzelfde in je boek, zoals André ook zei. Heb jij ook die leraar nog steeds bij je, die vogel? Nou, die is wel wat meer op de achtergrond verdwenen, moet ik zeggen, de laatste tijd. Maar ik beschrijf in het eerste hoofdstuk inderdaad een vergelijkbare ervaring. En het bizarre aan die ervaring was ook dat ik voorafgaand aan die ceremonie een collega, een neurowetenschapper, tegenkwam. Dus bij het kampvuur zaten we te praten en van boeiend, hè, hoe dat nou allemaal werkt in het brein. En hoe zou dat nou zijn, zo'n ervaring? En ik had die nacht ook een vogelervaring. Een ervaring waar een vogel naast mij kwam vliegen. En waarbij ik eindeloos gesprek had met de vogel. En ik landde en de vogel op mijn schouder kwam zitten. En ik het gevoel had dat de vogel ook bij me bleef als een gids. En de volgende ochtend kwam ik die collega weer tegen bij het kampvuur. En die zei van, ja, het was zo gek vannacht. Ik had op een duur het gevoel dat ik een vogel werd. En dat ik letterlijk transformeerde in een vogel. En dat ik eindeloos door de lucht zweefde. En ik weet niet, ja, ik vroeg me op dat moment niet eens meer af van of ik nog wel was wie ik was. Ik was gewoon die vogel. Dus dat zijn dan toch terugkerende thema's bij dat soort ceremonies die blijven intrigeren. Van wat is dat dan? Hoe kan dat? Zijn er mensen in de zaal die ayahuasca hebben gebruikt en ook een vogelervaring hebben? Slangen. Heb je ooit een slangervaring gehad? Ik niet. Nee, het is bij de vogel gebleven. En hoe incorporeer je dan uiteindelijk dat boeddhisme met die ayahuasca-ceremonies? Ja, nou dat is heel interessant, want ik deed ook op de VU deed ik onderzoek naar multiple religious belonging. Hè, dat is meervoudige religiositeit. Mensen die elementen uit verschillende religies combineren. En daar ben ik dus zelf eigenlijk een voorbeeld van. Hè. Dus ik heb mijn boeddhisme en ik heb de ayahuasca. En dat zijn voor mij twee verschillende gereedschappen in de gereedschapskist die ik heel goed kan combineren. Het is bijna ook twee verschillende talen die je spreekt. Okay. Dus mijn gevoel is, je moet het niet door elkaar halen. Net zo goed als je in één zin niet zowel Engels als Frans gaat spreken. Dus het zijn twee aparte praktijken, maar ze vullen elkaar wel heel erg goed aan. En hoe passen ze bij elkaar en hoe zijn ze juist weer heel anders? Nou, ze passen bij elkaar omdat de ayahuasca ceremonie die breekt als het ware in op al je ideeën over hoe de werkelijkheid in elkaar zit en wie je zelf bent. Het is, Michiel die noemt dat een ontologische schok. En dat is ook mijn ervaring. Je besef van ontologie, van hoe de werkelijkheid eruit ziet, hè, dat de wereld een verzameling atomen is of moleculen of wat dan ook. Dat gaat helemaal op de helling. Al je ideeën die sneuvelen eigenlijk en alles wordt vloeibaar. En in het Zen-boeddhisme streef je dat eigenlijk ook naar, om die ideeën steeds weer daardoor heen te breken. Alle Zen-verhaaltjes die gaan ook over de Zen-meester die de leerling op het verkeerde been zet en zo'n ontologische schok beoogt. Dus dat is wat de ayahuasca mij biedt. En Zen-meditatie biedt mij de discipline om dat ook te integreren, om dat ook te verwerken, om ook de skills op te doen om dat te kunnen verdragen. Omdat de ayahuasca-ervaring die kan zo intens zijn, zo overweldigend, dat het heel moeilijk is om helemaal roerloos te blijven, er niet in mee te gaan, ook niet in paniek te raken, maar vanuit een hele open geest en een open hart om alles de gang te laten gaan. Dus in die zin vult dat elkaar heel erg goed aan. Ja, en Michiel, je schrijft ook in je boek inderdaad over die ontologische schok. En je hebt het dan ook over een collega, een neurowetenschapper, die dan zegt van eigenlijk wat André nu zegt. Ik twijfel eraan of de wereld wel materieel is, staat er in het boek. En jij schrijft in je boek dat je dat in het begin ook denkt, maar dat je later dan toch terugvalt op de visie die je eerder had. Ja, klopt. Vandaar ook mijn antwoord op de vraag van is die vogel er nog? Van ja, die vogel die is dan daar even na afloop van die ervaring. Maar bij mij
verdwijnt hij weer, rationaliseer ik hem weg of analyseer ik hem weg, toch vanuit mijn wat reductionistische neurowetenschappelijke kijk op de materie. Uiteindelijk denk ik, van, ja, het is een stofje in je brein, een neurotransmitter die een hele cascade aan processen in werking zet in een context die beelden oproept van de jungle, van allerlei de muziek die daar gemaakt wordt in zo'n shamanistische setting. De geluiden die gemaakt worden doen aan vogels denken. Dus ja, nogal wieders dat je dan een vogel gaat zien. Dat is dan de reductionistische verklaring daarvoor. Ja. En tegelijkertijd merk ik ook dat zeg maar, die ontologische schok, die is er wel, maar die effecten ebben weer weg. Dus de dagen na afloop van zo'n ervaring kun je je dat afvragen van hoe zit dat nou? Maar uiteindelijk komt bij mij in ieder geval dat rationele wereldbeeld daar weer voor in de plaats. En daarom ben ik ook wel benieuwd, André, hoe dat voor jou is. Van, vaak wordt wel gezegd van psychedelica zijn een soort van raket naar de maan, waarin je in één keer gelanceerd wordt en alles vanuit een ander perspectief ziet. Maar meditatie is het langzame bestijgen van de berg. Je moet zelf omhoog klimmen en de effecten zijn bestendiger. Is dat ook iets wat jij zou onderschrijven? Dat onderschrijf ik helemaal. En ik denk helemaal niet dat het een soort raket naar de maan is. En het lijkt eigenlijk wel op de effecten van boeddhistische meditatie. Kijk, er zijn ook mensen die gaan naar Thailand en die doen een 10-daagse Vipassana-retraite, backpackers, en die gaan 10 dagen helemaal de stilte in. En die hebben ook zo'n ontologische schok. Maar ja, dan komen ze weer terug naar het Westen en dan pakken ze hun leven weer op. Ja, en dan zakt dat toch weg. Dat is in het boeddhisme ook zo. Daarom dat het boeddhisme zo benadrukt. Je moet een doorgaande beoefening hebben, een doorgaande praktijk die ook is ingebed in een bepaalde ethiek, een bepaalde leefwijze. En dan wordt het echt religieus. Want hoe ziet die doorgaande praktijk er dan uit, praktisch? Hoe vaak gebruik je ayahuasca? Nou, gemiddeld 1 keer per week, 1 keer per 14 dagen. En is dat dan een beetje of is dat een hele ceremonie? Of hoe moet ik dat eens voorstellen? Dat is niet een beetje. Volle bak. Maar is dat dan een hele ceremonie? Ik kan me eigenlijk niet zoveel bij voorstellen, 1 keer per week. Dat, omdat dat zo, ja. Ja. En doe je dat dan alleen of met een hele... Nee, ik doe het eigenlijk nooit alleen. Dus dat is ook voor mij een aspect van dat religieuze. Dat je ayahuasca in een rituele en ceremoniële context gebruikt. Dus echt samen met anderen. Dus er ontstaat ook een soort groepsproces. En dat is, ja, en dat is heel belangrijk. Dus heb je ook eenzelfde soort groep waarmee je dat dan 1 keer per week doet? Ja. Dus ja, voor mij is dat echt een spiritueel pad. Zoals je ook een wekelijkse meditatiegroep kunt hebben, waarbij je iedere week mediteert. Ja. En dat ondersteun je dan ook met een bepaalde leefwijze. Ja. Lijkt dat een beetje op de Santo Daime-kerk misschien? Ja. Ja, dat is daar een voorbeeld van. Maar er zijn heel veel verschillende manieren om ayahuasca in zo'n spirituele context te gebruiken. Ja. Oké, okay, Michiel, je zegt net, bij jou ebt het weg, omdat je wetenschappelijk weer gaat nadenken en het zijn stofjes. En ik gebruik het niet iedere week. Je gebruikt het. Zien dat dat meer tijd dat het weg kan appen. Ja. Maar toch doe je wetenschappelijk onderzoek naar mystieke ervaringen. Kan dat dan eigenlijk wel? Als je zegt van, nou ja, het zijn stofjes en dat is daar niet een mismatch? Hoe bedoel je precies? Nou, dat, als ik anderen goed begrijp, is het iets wat heel erg in je hoofd zit, die mystieke ervaring. En jij zoekt het dan uiteindelijk in biologische processen. Kan je daar mystieke ervaringen mee verklaren? Dat blijft een uitdaging. Zeg maar, een mystieke ervaring is per definitie onuitsprekelijk. Je kan het niet in woorden vatten. Het is een eenheidservaring en iedere keer als je probeert er een labeltje op te plakken van eenheid, verbondenheid, inzicht, dan ontglipt het je weer. En dat maakt het juist zo boeiend om wetenschappelijk onderzoek naar te doen, omdat het een ervaring is die best wel vaak voorkomt in allerlei culturen, in allerlei tijden, onder invloed van psychedelica, maar ook onder invloed van meditatie of sensorische deprivatie of vasten. Dus dat is toch een ervaring waar we als wetenschappers wat mee moeten en waar we serieus wetenschappelijk onderzoek naar kunnen doen. En ik denk dat dat wel degelijk kan, maar dat we momenteel nog niet het ultieme model hebben gevonden om die ervaring helemaal te duiden. Maar er zijn wel verschillende ideeën over hoe dat in ons brein zou kunnen werken. Denk je dat dan echt alles te verklaren is? Ja, uiteindelijk denk ik dat alles in die zin wetenschappelijk te verklaren is. Dus om maar een voorbeeld te noemen, die mystieke ervaring wordt vaak geduid vanuit het idee dat ons brein voortdurend voorspellingen maakt. We zijn voortdurend bezig om de wereld te voorspellen, om te anticiperen op wat er gaat gebeuren. Dat is waarom we een brein hebben. En mystieke ervaringen worden gekenmerkt door de afwezigheid van voorspellingen. Die voorspelmachine wordt als het ware even tot stilstand gebracht. Nou, dat is nu een van de ideeën die gepostuleerd is van zo zou dat neurowetenschappelijk kunnen werken. En dat proberen we nu te valideren met meer wetenschappelijk onderzoek. En hoe kijk jij naar André? Ik zie dat heel anders. Vertel.
Ja, Michiel is natuurlijk een sociale wetenschapper. En in de sociale wetenschappen is dat verklaren heel erg belangrijk. En ik kom uit de geesteswetenschappen. En daar is veel meer de interpretatie heel erg belangrijk. En dat is een andere vorm van wetenschap doen. Dus in de religiestudies gaat het er niet om dat je religie kan verklaren, het mechanisme van religie, maar dat je kan invoelen en kan interpreteren wat gebeurt er als mensen bezig zijn met religie en hoe worden ze daardoor getransformeerd. Maar voor mij is dat altijd ook afhankelijk van set en setting. Dus de persoonlijke dingen die mensen meebrengen en de context waarin ze dat doen. Dus ik geloof niet zozeer in één mechanisme die dat soort ervaringen kan verklaren. Het is volgens mij altijd situationeel, contextgebonden. Het hangt af van de culturele context die je meeneemt, wat je ervaart. Kan je misschien voor ons een kleine analyse uit de doeken doen? Kleine analyse? Ja, een kleine analyse. Als het gaat om, zeg maar, jouw onderzoek naar ayahuasca. Ja. Zodat we dan weten, want we hebben nu natuurlijk veel met een neurowetenschappelijke blik gekeken naar psychedelica. In ieder geval, dat hebben we net gehoord van Michiel. Kan je een voorbeeld geven van een geesteswetenschappelijke analyse? Nou, ik ben zelf dus heel erg bezig met de Franse filosoof Bruno Latour. Mm-hmm. Dat is een wetenschapsfilosoof. En die zegt, wij zitten in het Westen heel erg vast in ons modernistische denken. Waarbij we eigenlijk geloven dat er alleen maar een wereld buiten ons is. En die is materieel. En dan een wereld binnen ons. En die is subjectief. En dat is alles. En Latour zegt, maar er zijn veel meer manieren om over de wereld na te denken. En de wereld is ontologisch veel rijker. Dus er zijn allerlei manieren waarop dingen kunnen bestaan. En wij zijn dat gevoel eigenlijk verloren in onze westerse moderniteit. Maar in shamanistische samenlevingen, daar is dat besef nog wel aanwezig. En daar hebben ze bijvoorbeeld over spirits of geesten. En wij denken dan over spirits, oh wacht even, dat zijn bovennatuurlijke wezens. Ja, die bestaan natuurlijk niet. Maar dan leggen wij daar ons kader op. Wij verdelen de werkelijkheid in twee verdiepingen. Natuurlijk en bovennatuurlijk. En mensen die in het bovennatuurlijke geloven, die zijn religieus. Maar in andere samenlevingen betekent religieus zijn iets heel anders. Daar betekent het veel meer dat de hele werkelijkheid één groot web is, waarin alles met alles samenhangt. Dat is ook in China en Japan, in de boeddhistische visie, veel meer het onderlinge afhankelijke bestaan. Het interzijn. En daar is religieus zijn veel meer het afstemmen op dat web. En wat mij betreft is een van de effecten van ayahuasca dat je veel meer leert om af te stemmen op dat web en steeds gevoeliger wordt voor dat web. En dat je steeds beter je leert verbinden en communiceren. En dan ook met, ja, wat dan in andere samenlevingen spirits wordt genoemd. Ja. En dan denken wij meteen, oh, geesten, oh. Maar een sjamaan die ziet dat heel anders. Die ziet het niet als een aparte categorie van entiteiten die dan bovennatuurlijk zijn. Dat hebben de westerse missionarissen ervan gemaakt toen ze shamanen tegenkwam. Dus dat is ook die ontologische shock. Dat je opeens op een hele andere manier moet nadenken over de werkelijkheid. En dat vind ik interessant. Hoe kan je die ontologische shock, hoe kun je daar woorden voor vinden? Hoe kun je daar? En dat betekent ook dat ik dus eigenlijk dat hele onderscheid tussen binnen en buiten probeer te relativeren. Dus ik geloof ook niet dat psychedelica alleen maar binnen het brein werken. Het is veel gecompliceerder. En hoe werkt het dan? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, mensen hebben, ze zeggen het is of chemisch, dan gebeurt er iets in je brein, dat is een soort chemisch reductionisme, dan wordt het tot chemie gereduceerd. Of het is mystiek, en dat noem ik een soort mystiek reductionisme. Dan wordt het tot mystiek gereduceerd. Daar ben ik het ook niet mee eens. Dat is vanaf de jaren 60. Nou ja, in de flower power en de hippies, die hebben daar een soort mystiek van gemaakt. En daar ben ik net zo op tegen als tegen het chemische reductionisme. We hebben een derde weg nodig. En ik probeer dus de filosofie van Bruno Latour te gebruiken. Ja, om zo'n derde weg, zo'n netwerkdenken, om dat toe te passen op de werking van ayahuasca. Ja.
Nou, ik denk dat wij dichter bij elkaar liggen qua opvattingen dan je in eerste instantie zou denken. Want zeg maar, de uitdaging voor de neurowetenschap blijft ook van hoe die verschillende niveaus van werkelijkheidsbeschrijving zich tot elkaar verhouden. Van, je komt een heel eind met een breinniveau, je komt een heel eind met een farmacologisch niveau, je komt een heel eind met een psychologisch, sociaal, cultureel niveau. Maar hoe verhouden al die verschillende niveaus waarin verschillende disciplines onderzoek naar wordt gedaan, zich nou uiteindelijk tot elkaar? En helemaal in relatie tot iets wat zo complex is als psychedelica. En dan is toch de gedachte dat je niet echt om een, wat we dan een pluralistische benadering heen kunt, waarin je zegt van ja, om uiteindelijk recht te doen aan de complexiteit van die ervaring, hebben al die verschillende niveaus zijn een soort van stukje van de puzzel om te begrijpen hoe psychedelica nou precies werken. Maar wat mij toch blijft fascineren is, je kan zeg maar alles contextualiseren en zeggen van ja, dat is compleet afhankelijk van set en setting en cultuur. Maar er zijn toch degelijk dingen die universeel zijn. Zoals we hebben allemaal een brein wat op een redelijk vergelijkbare wijze werkt. Ongeacht in welke cultuur mensen zich bevinden. En die psychedelica die grijpen toch heel duidelijk in op bepaalde neurotransmittersystemen die ook redelijk universeel zijn in allerlei culturen. Dus er zijn wel degelijk niveaus van beschrijving die toch een zekere mate van generaliseerbaarheid hebben. En die mij boeien om daar zicht op te krijgen. Ben ik het helemaal mee eens. Maar het blijft altijd maar één laag. Want jij noemde ook dat voorbeeld van die verliefdheid. Je kunt ook een biochemische verklaring van de verliefdheid nastreven. En zeggen als we die hebben, dan hebben we verliefdheid verklaard. Maar dat is niet zo natuurlijk. Hè? Want de ervaring van verliefdheid, en die verschilt ook tussen culturen. Hè? Dus weten wij wel hoe het is voor een Japanner of een Chinees om verliefd te zijn. Hoe voelt dat? Dat is misschien heel anders dan hoe wij dat voelen, omdat wij een andere romantische achtergrond hebben en allerlei ideeën hebben over wat romantische liefde is die zij misschien niet hebben. Absoluut. Dus ja. Sommige dingen zijn universeel en andere dingen zijn specifiek. En ik vind het zo interessant dat nu ayahuasca naar het westen komt. Ayahuasca komt uit de Amazone, uit die shamanistische context. Daar is het verbonden met bepaalde aannames. Hè? Met slangen ook. Hè? En met, hè? Maar dan komt het naar het westen en dat betekent niet per se dat als wij ayahuasca drinken, dat we ook slangen zien. Want wij hebben een andere culturele achtergrond. Dus een deel is universeel en een deel is ook heel erg specifiek. En dat vind ik ontzettend interessant. Heb je daar ook onderzoek naar gedaan, naar dit specifieke punt wat je nu noemt? Nou, ik ben bezig. Filosoof, dus ik doe niet zoveel empirisch onderzoek zoals Michiel. Ik probeer het meer te interpreteren. Ja. Dus dat laat ik over aan anderen. Zo'n soort van cultuuranalyse zou dat toch kunnen zijn? Dat zou een hele analyse van welke cultuur mensen, ja, wat voor dieren naar voren komen. Nou, er is een ayahuasca-trip. Israëlische psycholoog Benny Shannon. En die heeft daar een heel boek over geschreven. Over de ayahuasca-ervaringen. En die deelt het ook in allerlei archetypen. Mm-hmm. Die probeert dat echt op die manier te bestuderen. Even het oog op de tijd, even een sprong te maken naar zingeving. Jij gebruikt het, André, in een heel spirituele setting. Ja. Zorgt ayahuasca en misschien de combinatie met boeddhistische zen-meditatie voor meer zingeving in je leven? En kan je daar uitleggen op welke manier? Ja, ik denk dat het dat zeker doet. Maar ik wil ook benadrukken dat het niet altijd zo is. Dus het hangt ook af van set en setting weer. Dus kun je set en setting ook even uitleggen voor de... Ja, set, dat is wat je zelf meebrengt wanneer je ayahuasca drinkt op psychedelica gebruikt. Je verwachtingen, je persoonlijke eigenschappen, dat is je persoonlijke set, je motivatie. En de setting is de situationele context waarbinnen je het gebruikt. En beide hebben een grote invloed. En ik probeer dat zelf in mijn boek, dat ik aan het schrijven ben, op te delen in drie delen. Dat is een beetje vereenvoudigd. Maar je hebt een recreatieve setting. Iemand die psychedelica gebruikt gewoon om een goede tijd te hebben. En dan gebruik je psychedelica en je zet wat mooie muziek op. En gaan. Hè? Nou ja, prima. Dat is recreatief. En dan heb je de medische context. Dat is voor healing. Dat doe je het echt. Ja, waar Michiel het over had. Dat is die therapeutische context. Maar de religieuze setting is echt iets anders, dan doe je het echt als een contemplatief pad. En dat heeft volgens mij heel erg met zingeving te maken. Ja. En kan iemand die recreatief gebruikt, muziek opzet en LSD gebruikt of ayahuasca gebruikt, zonder dat hij die setting heeft van spiritualiteit, toch een spirituele ervaring hebben tijdens zo'n trip?
Zeker, dat kan ook. Dus het loopt ook heel erg door elkaar heen. Het is een beetje kunstmatig, die driedeling. Maar het helpt wel om toch dat een beetje te kunnen inkaderen. Ik ben nog wel benieuwd, André, dan hoe jij aankijkt tegen die metafoor die vaak genoemd wordt van Stanislas Grof, een pionier ook op de psychedelische therapieonderzoek. Die zegt dat psychedelica een niet-specifieke versterker zijn. Dus dat psychedelica wel degelijk zingeving kunnen bieden, maar dat dat feitelijk iets is wat gewoon al in je onderbewuste zat en wat naar boven komt. Zeg maar bepaalde inzichten die je eigenlijk al wist, maar die psychedelica aan de oppervlakte brengen. En wat niet zozeer dan te maken heeft met de omgeving of de setting waarin dat plaatsvindt. Ja, daar ben ik het dus niet mee eens. Dus ik vind dat is wel waar, dat gebeurt ook. Hè? En psychedelica werken ook als zo'n amplifier. Ik geloof alleen niet dat het hele verhaal is. Dus er is ook nog een andere component. Dus je kunt het niet daartoe reduceren. Hè? Want dan is het alleen maar inderdaad een soort uitvergroten van hersenprocessen die toch al aan de gang waren. En persoonlijkheidsfactoren die toch al. Maar nou ja, mijn ervaring is dat het toch wel degelijk ook. Ja, in mijn ervaring is er ook zoiets als aangesproken worden door iets anders. En wat dat andere dan is, dat vind ik heel moeilijk om te omschrijven. Hè? Ik wil ook niet zeggen, nou, dat is God of dat is dat of dat. Kijk, in de Zen-traditie geven we daar gewoon geen naam aan. En dat bevalt mij het beste. Bevalt het jou ook geen naam eraan geven? Ja, ik kan me de verlokking voorstellen om het soort van te personificeren. Maar bij mij komt dan mijn weerstand tegen mijn religieuze achtergrond weer dat komt dan weer een opstand daartegen. Omdat ik denk van ja, ik ga niet terug naar waar ik vandaan kom. Door weer in allerlei moeder ayahuasca-achtige geesten te geloven. Ja. Dus ik schuif er dan toch snel terzijde. Dat ik van ja, dat is gewoon iets wat ik eigenlijk al wist. Maar wat nu aan de oppervlakte gebracht wordt. Ja, is dat ook een van de redenen waarom je het zo prettig vindt om het wetenschappelijk te categoriseren wat er gebeurt in je brein? Bij die mystieke ervaring? Ja, misschien wel. Maar tegelijkertijd ben ik me er ook van bewust dat zeg maar, dat ook een soort van tegenstrijdigheid is. Van ja, de kritische wetenschapper in mij en toch die behoefte aan zingeving en die hele zoektocht. Ja. Die vroeger zich afspeelde op het vlak van religie. En die via een lange omweg terecht is gekomen op het gebied van de psychedelica. Ja. En je haalt dus wel echt meer zingeving uit je leven sinds dat je met psychedelica bent begonnen? Nou, ik zou niet zeggen meer, maar andere zingeving. Psychedelica hebben mij wel weer op een ander spoor gezet van dingen die ik boeiend vind. En de mensen met wie ik samenwerk. En weer een soort van nieuwe missie gevonden voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Dus zowel persoonlijk als professioneel hebben ze me nieuwe zingeving gegeven. Ja, volgens mij moeten we even naar de zaal. Een paar vragen uit de zaal. Ja, wie heeft een vraag? Daar op de vierde rij. Ja, jij hoor. Hi. Voor Michiel. Ik had een vraagje over het wetenschappelijk onderzoek dat je gaat doen in de komende 5 jaar. Wat de paradigma er is en hoe het anders is van de voorlopende onderzoeken die hele kleine sample size hebben, heel erg klinisch gezet zijn, dus niet zozeer echt over basic science gaan. En hoe dat vanuit eerst voornamelijk neurowetenschappelijk niveau echt relevant zal zijn. Hoe zou je dit bespreken met neurowetenschappers? Nu, dit is een soort van detailvraag over het onderzoek wat ik wil gaan doen. De plannen die we hebben. Sorry. Hoe zou je dit relevant maken bij de harde kern van visual neuroscientist, electrophysiologist zoals ik? Hoe kan je het overbrengen? Nou, zeg maar, een van de dingen waar ik echt voorstander van ben op het gebied van onderzoek is open science en transparantie. Dus we gaan een hele grote hoeveelheid datasets verzamelen van een grote hoeveelheid deelnemers om de verschillende doseringen van psilocybine. En ons doel is om die datasets publiek toegankelijk te maken, zodat ze beschikbaar zijn voor secundaire analyses door andere onderzoekers. En dat zou mogelijk interessant kunnen zijn voor collega-neurowetenschappers die hun computationele model erop los willen laten om te checken in hoeverre dat bepaalde voorspellingen kan toetsen over hoe psychedelica op visueel niveau werken. En de datasets hoe zien ze eruit? hou onze website in de gaten. Sorry, van het lab. Ga je op survey data, ga je klinisch, ga je kijken hoe mensen het ervaren? Gaat het echt op MRI? Nee, in eerste instantie gaan we vooral met vragenlijsten en met fMRI aan de gang. En ook dierenmodels? Nee, we gaan geen dierexperimenteel onderzoek doen, voorlopig. Is er nog een vraag?
Oh, sorry. Bo. Hey. Eigenlijk aan jullie beiden. Denken jullie dat we in een vredigere wereld zouden leven als iedereen een keer LSD of ayahuasca had gebruikt? Trippen voor een betere wereld. Ik geloof daar niet in. Nee, ik denk dat het echt beter is voor sommige mensen om die middelen te laten staan. En dat het uiteindelijk maar toch een relatief kleine groep is die daar baat bij heeft en zich daar beter door gaat voelen en uiteindelijk bijdraagt aan een betere wereld. Misschien 10-20%. Als je kijkt naar de hoeveelheid gebruikers, hoeveel zou je schatten van de gemiddelde Nederlander, de gemiddelde Europeaan die ooit in zijn leven wel eens psychedelica heeft gebruikt? Gewoon wat schattingen. 2%. Oh, nou, dat is redelijk accuraat. Het is inderdaad 3% van mensen die daar ooit een keer ervaring mee heeft gehad. Dat is natuurlijk een heel kleine groep. En er zijn heel veel mensen die toch heel veel moeite hebben om die controle los te laten en die er niet aan zouden moeten denken om zich daaraan over te geven. En dat kan alleen maar een recept zijn voor een bad trip als je al zo krampachtig daaraan begint. André? Er was op 6 januari op de bestorming van het Capitool ook een sjamaan aanwezig. En die was echt helemaal ontspoord door het gebruik van psychedelica. Dus antwoord is nee. Ja. Nog een vraag uit de zaal? En dan is het misschien goed om te zeggen dat we zo meteen eens over de geestelijke gezondheid gaan hebben. Dus ja, ik zag net wel daar op de vierde rij. Ja, ja, jij. Oké, ik had ook een vraag. Het duurde even omdat ik niet helemaal precies wist hoe ik het moest formuleren. Ik merkte tijdens je monoloog in het begin gewoon een beetje dat ik niet meer zo goed kon plaatsen wat jij er nou zelf van vond. Want enerzijds was je heel erg, was je vrij conservatief in het benoemen van, ja, dit is mogelijk een toepassing voor therapieresistente, uitbehandelde patiënten. Maar tegelijkertijd was je eigen ervaring, klonk niet echt als een soort van therapeutische setting. Maar toch van waarde. Dus dan dacht ik, nou, wat vindt hij er nou van? Dus zeg maar de stand van zaken nu. Ben je enthousiast over dat mensen die hiermee experimenteren? Of ben je, ja, vind je het eigenlijk dat het een beetje te veel? Ja, een terechte vraag, denk ik. En het lastige antwoord daarop is, en dat is ook de zoektocht die ik had bij het schrijven van dit boek, om een gulden middenweg te bewandelen tussen mijn enthousiasme als psychonaut over hoe mooi die ervaringen kunnen zijn en mijn kritische, sceptische houding als wetenschapper. En die dubbelheid blijft, want enerzijds blijf ik enthousiast over psychedelica, omdat het fantastische middelen zijn met heel veel potentie. Anderzijds blijf ik sceptisch en het is goed om daarin nuchter te blijven en om niet te hard van stapel te lopen. Als we kijken naar een recente trial die net deze week is uitgekomen, de fase 2-studie van Compass Pathways. Die hebben net eergisteren of gisteren hun eerste bevindingen beschikbaar gemaakt op de website van een grootschalige klinische trial naar depressie. Nou, die resultaten laten zien dat behandeling met psilocybine werkt, maar de effecten zijn nog niet om over naar huis te schrijven. En mensen vallen weer terug en de effectgroottes vallen wat tegen. En het werkt alleen met een hele hoge dosering en niet met een middelgrote dosering. Dus het is goed om daar niet psychedelica te omarmen als de magic bullet en de oplossing voor alle psychopathologische problemen die we kennen in de psychiatrie, maar om realistisch te zijn en te zeggen van ja, misschien dat dit een toepassing gaat vinden voor een kleine groep patiënten en dat je over 10 jaar bij de huisarts kan zeggen van nou, we gaan een screening doen en op basis daarvan gaan we bepalen, jij hebt baat bij mindfulness-based therapie. Jij hebt baat bij cognitieve gedragstherapie. En voor jou zou psychedelische therapie in combinatie met ondersteunende psychotherapie een oplossing kunnen zijn. Maar dat loopt al vooruit op de discussie. Ja, daar gaan we zo meteen denk ik verder over hebben. Nog een laatste vraag zie ik daar helemaal achterin. Een ruitjes, rood ruitjes blouse. Ja, mooi hoe jullie alle twee vanuit een bepaalde visie ernaar kijken. En waar ik wel eens mee bezig ben, dat is het nou fantasie? Dat mijn fantasie, mijn brein zelf aan de gang gaat? Of is het aangesloten worden bij een groot collectief bewustzijn, waar je inzichten krijgt vanuit wat er is, vanuit geschiedenis of wat er is. Hebben jullie daar wel eens over nagedacht? We beginnen met André. Ja. Nou,
Mijn antwoord zou zijn, dat is nou precies de ontologische shock. Dat je het nooit zeker weet. En dus vandaar dat ik zei van mensen die het reduceren tot iets chemisch, het is alleen maar fantasie. Daar ben ik het niet mee eens. Maar mensen die een soort mystiek reductionisme hebben, van oh, je wordt aangesloten op de universele bron. Dat is het volgens mij ook niet. En dat is precies waar de ontologische shock uit bestaat, dat je voortdurend uit je evenwicht wordt gebracht en dat je het niet weet. Ja, daar kan ik me helemaal bij aansluiten. Rachel Harris is een onderzoekster. Die heeft daar een prachtig boek over geschreven. Listening to Ayahuasca. Zij is onderzoekster. En zij neemt zelf deel aan ayahuasca-ceremonies. En ze beschrijft heel precies die ontologische schok. En die twijfel die ze heeft als enerzijds wetenschapster. Om te denken van ja, uiteindelijk zijn het ervaringen die getriggerd zijn door die psychedelica. En door de mentale oefeningen die ik doe. Waardoor ik haar steeds concreter ga visualiseren, die moeder ayahuasca. Anderzijds zijn de inzichten zo overtuigend en dat kan gewoon niet uit mijzelf komen dat ik aan het twijfelen word gebracht en dat zelfs die sceptische wetenschapper in mij wel eens twijfelt van wat is het nou? Moet ik nou echt gaan geloven in het bestaan van zoiets of laat ik het in het midden? En uiteindelijk laat zij dat ook een beetje in het midden, maar zij brengt die twijfel heel goed in kaart. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Dank jullie wel.